Dit zou dan nu weer moeten zijn, het is ingevoerd onder de Fritsen van Tijfels, zal er niet bij moeten zijn. Even kijken naar een van de poeltjes die hier 362 door stuif is. Nick Kerkhoff, hij kent van Grote Moven, dus dit nummer 19, even in de herhaling. Als we in de herhaling zijn, dan is het kwalificatie van Luc Kerkhoff, die van de laatste zonder verkeringen. Nick Kerkhoff, dus hier in de herhaling, en dat Milan was een tweede prutsel hier. Hij is nu dat hij daar achter staat met zijn vergingen, die volgens mij in die afgekeurde wedstrijd zo geweldig voor thee. Hier moet hij dan even afstappen. Hij moet zometeen nog twee kansen. En dan moeten dus nog twee kwalificatiematches verreden worden om orde op zaken te gaan stellen. Om ons nog die score te gaan maken voor de kwalificatie voor de volgende ronde. Dit is dan dus zitten, een uitstekende uitgangspositie geschaffen. Voor straks nu weer een finale op zijn thuisbaan. En wie weet wordt hij zometeen wel de allereerste kampioen op de nieuwe baan. Hier aan de Koppersdijk in Vinkel. Second place, ladies and gentlemen, in the second qualification motor. And place number one, place to be for Mr. Kane Ledbury. He's a guy from Arsenio. Kane Ledbury uit de Asset die hier opnieuw hier vroeg van leertrek. Het is dan samen, denk ik, met onze vrienden van Nederland, moet ik zeggen, Jesse van de Vier. Waarschijnlijk is dat een van de twee kandidaten die maar zo met die nieuwe kampioenstrui hier op van de nieuwe baan aan de haak kan gaan. Hij gaat het nu weer voortvarend van start met zijn tijdgrote Kevin Barton. Jelle Kroenendorp met Sabine Swalle, jonge dame en Tijn van der Haken. Dat is het plaats nummer 2, dat hele lange nummertje van het Puttel Konijnenbeeld van Nijverberg. Die daar naar achtervolgen zit. En nu met de plaats nummer 3 zit met Tijn van der Haken. Plaats nummer 3, daar op de jonge dame. En die moeten we nou omhoog, dat mag je zometeen wel even. Als het laatst komt, langs het publiek zometeen eventjes de handjes op elkaar zitten. Voor de plaats nummer 771. En kijk even naar, als je zo'n heel klein jong ding hebt, moet je wel heel hoog hier die beelden over. En doet ze allemaal op eigen kracht, dames en heren. Daarom, als ze zo even last komt, eventjes handjes op elkaar, kom op. Klap je handjes en geef die jonge dames eventjes een handje mee naar die finish. Want dat is me dat toch een opgave over die hele hoge punten van de nieuwe plaats. Voor Sabine Zwart. Sabine Zwart, we leggen die finish. Op Sabine Zwart, een stukje daar. Op naar die finish. En dit gebracht een vijfde plaats in de tweede mars. Denk ik, Mas is eventje van Kampen, die plaats nummer 1, wat een avondplaats. En er komen pas de volgende renners aan. En ook voor 5 renners, en dat zijn ze alle 5 volgens mij. Denk ik aan de Bos, dan wel even kijken. Ja, aan de Bos moet het zijn, denk ik, op plaats nummer 4. Er zijn clubgenoten van die Tatopgeurs. Dus Nijkerk hier een goede score. En Nijkerk, ja, daar komt volgens mij zo'n overbekende jonge dame aan. Iets meer leeftijd heeft ze daar achter een naam staan. Die daar het spreken kent en vooral fietsend voorbeeld van is. Ruby Huisman, die kent haar niet natuurlijk. Internationaal formaat. Gaan we kijken naar de grote wieler. De heren die hier tempo gaan maken. Zie ik daar volgens mij Bergen Mepsen. Mepsen hier aan de leiding. Gaat er niet meer. Ja, Mepsen aan de leiding. Met sluiten dan op plaats nummer 2. De mensen uit het hele hoge noorden. Uit Delingsvaart en uit Kleindijk. Niemand weet toch waar dat ligt. Die hier naar Nederland zijn gekomen om hier de strijd aan te gaan op de grote wieler. De 58 naar voren gekomen. Miss Noordwestra. Die pakt hier de leiding over. Daniek Nikkels dan op plaats nummer 3 in de achtervolging. We hebben de beste 3 gehad. Maar ze nog eentje gaan aansluiten straks voor een finale plaats. En het lijkt de jonge dame voor ons nog te zijn. Valt even kijken. Coach Broek hier, Kim van Essen. Oh,
through. Next race, race number 19. Boys in the age, 8 years old, met Lucchetti, Sandy van Dottel, Jari de Laat, Sander van Gine, jawel, die komt uit de, even kijken, zo, Duland zegt, hey, waar zit Duland? Even kijken, niet uit plaats nummer 1, spot number 1, ladies and gentlemen, hier, in hands van Mr. Carlos van Heesel, is dat, nee, 362, dat is een hele andere naam, het is daar Nick Kerkhoff die hier aan de leiding gaat, hij pakt hier de winst in deze tweede manche, second spot voor Luc Gerritsen, hij in de achtervolging, op 3 zien we dan, denk ik, ja, het woeper, niet inderdaad, het is gewoon een echte woeper hoor, de Brode Stolens op plaats nummer 3, en die van Bartol. Race nummer 20 dan. Nog een jongens van 8 jaar, 6 rijden dus voor halve finale plaatsen die volop te verdienen. Met Paul Beijers van de Donk van Holland zit hij bij Van Kessel, Winkelman en Lars Uiterweert. Uiterweert even kijken, nieuwe plaats nummer 2 en Lucky Tools. Spot nummer 1, Salvador Meijers voor Nijkerk. Place nummer 1. Dan op plaats nummer 3, daar komt een Duits renner uit Nuland. Bram van Kessel goed door. Plaats nummer 4, die gaat de Amazone dan in deze tweede manche. En die tweede plaats, even kijken, tweede, vierde plaats moet ik zeggen, is dan in handen van Tijmen van Holland. Rit nummer 21, jongens dan van 8 jaar, ook zij dus halve finales gaan zij straks fietsen. Met Hoefers van Brummelen Visser, Renker Vincent, met Jeffrey Schwart, met Jasper Gerritsen en Nick Brugman. Even kijken, place number 1, even kijken, in handen hier, 366 is de plaat van de Flying Biker, Tim van Brummelen. Brummelen dus op kwalificatiekoers en neemt voor ons nog met de 245 Storm Hoefers uit Apeldoorn. Nu landt weer op plaats nummer 3, zitten er weer bij met Jasper Gerritsen. Rit 22, opnieuw ook. Hij komt aan zijn clubgenootje daar al aan. Joost Stokkemans in de achtervolging daar. Voor de kwalificatie volgens mij voor die volgende ronde. Met Winschoten. Jongen, dat is een hele weg hier. Flying Bikes. Moet dat gebeuren, moet ik zeggen. Martijn Krops op plaats nummer 3. Race 23, jongens van 9 jaar. Gaan we een leeftijdscategorie hoger. Ook voor halve finales. 5 man gaan door. Ja, good times voor Nuland. Hier aan de buitenkant in gevecht met Amazone voor plaats nummer 1. En ja, Nuland trekt aan het langste eindje hier wel. In het opgaan van het laatste stuk. De rhythm section into the finish line. Nuland looking good. Amazone goed. Het is volgens mij Poeten daar. Plaats nummer 3. Poeto, Huiskamp, Boersman van de Valkvis. Van de Wetering en Dion Erthuizen. Is daar Sepp van de Wetering hier weer goed bezig. Even kijken. Maar niet een ranking spot number 1. Het is een position number 5. Maar dan zit je goed. Jawel, dat is weer een felicitatie. Bij de beste 5 ga je mee naar een halve finale. Naar 3 manches. Dit is de volgende rit, rit nummer 26. En dan gaat naar Amazone goed doorkomen. We missen Brian van Ewijk. Van Ewijk hier. Position spot number 1. Die plaats nummer 2 in handen van Bedemsvaart. Nu dan nog 3. Op 4 even kijken. Dus het lijkt het een dream team. Even kijken. Nee, die komt in die volgende rit als het goed is. Ja, Dreamon hier met die Rapperman uit het Dream Team, Eric Peters hier, looking good in spot number 1. Die plaats nummer 2 gaat naar Nuland. Nuland zit er dus ook niet goed bij met Boris van Kessel. Kessel op plaats nummer 2 en 3 gaat naar Denemsvaart. Uit het noorden des lands is Denemsvaart Berjan Tromp goed bezig op plaats nummer 3. En de beste 6 gaan door, dus er komt Apeldoorn, Amazone en wie weet ook mag Nijverdal bijkomen. En Gouden Malsen, die moet gaan uitkijken. Is die winnaar uit Maaskamerlijn en Gijs Kevelang die hier op de baan zouden mogen zijn. Het is 464 en dat is de plaats van Roman Hermans die hier dan de dans leidt in deze tweede manche. En zien we Eja van Vliet genoegen moeten nemen met plaats nummer 2 in de strijd om de punten met Koldwijk. Ik roep dan op plaats nummer 3, maar ik krijg nog een aanvalletje te verduren in het zicht van die finish. Eamon Verhoog met Kevin van der Burgerhooi van Door. Fink Stotterus van de Kuit van Hees en Duimeling. Zware groep hier. Rit nummer 31 van Hees laat er geen twijfel over bestaan. Dat hij als bijrijder uit Tiel op dit moment de touwtjes in handen heeft. En in de achtervolging wij alleen nog eventjes zien Maxje Duimeling van Stichting BMX Dream Team. Spot nummer 2, 211. Jawel, Maxje Duimeling. Op weg naar plaats nummer 2.
Monique van der Valk daar van de vierde naar de tweede positie. Zij heeft als een van de weinigen de training die bocht verkend. Want er liggen nog veel meer ruimtes hoor. Die tweede bocht, let straks op bij de finales. Daar kan je hem van buiten naar binnen sturen. En ligt er veel ruimte vrij in ieder geval. We gaan kijken hier naar de nieuwe race die al gestart is. In die categorie dus van meisjes 10 en 11 jaar. En dan gaan we naar Indy Schepers. De nummer 2 van het wereldkampioenschap gewoon. Dat zit ik alweer 2 jaartjes terug. Zij is in ieder geval altijd vaste finalist. En zit hier op plaats nummer 1. We gaan naar Selma Kiers die meegaat. 6,59 en 353 Evelien Winters. Dat zijn de nummers 1, 2 en 3 in deze race bij de 10 en 11-jarigen. Oh, daar zien we een crash. Een crash op het eerste stuk van 2 jongens van 12 jaar. En dat was de man die op kop lag. Dat leek mij 190. Thomas Hofstede die daar onderuit ging. Hij lag daar toch echt op die eerste positie. Wie profiteert daar dan van? Het is Niels Hobo, de man uit Ammerzode die daarvan profiteert. En wie gaat die met zich meenemen? We zien een boel geel komen. En dan hebben we het over, even kijken, nu Nijkerk. Damien van der Horst op plaats nummer 2. We kijken naar 266, Danny Barten. En weer die kleine man hier uit Nuland. Mooie fietsertjes dat toch hoor. Miron Wagemans, hij zit daar op plaats nummer 4. En dan kijken we nog naar de gevallen mannen. Plaats nummer 76, Andy Mensing, CRT Raad. 50, Julian Koorn die daarbij zit. En we kijken ook naar Putten, Rick van den Berg, nummers 1, 2 en 3. Boys, 13 jaar. Jumping away van Hartel, denk ik daar. Boy van Hartel, de eerste man die die beurt voor de bocht onder controle heeft. En dat lijkt maar een klein beurtje, maar die valt er nog wel een beetje tegen. We kijken natuurlijk ook naar Apeldoorn. Apeldoorn is hier met Dave Kleiboer. 2 supersterke jongens in die categorie van 13 jaar. 2 topfavorieten dus op weg naar hun halve finale. Wie gaan we meenemen? Jurie Telanus die erbij zit en we gaan ook een FCC pakken. Kleine mannetje, Gerard Vreeman. Oei, nog een crash hier tussen de achterste 2 mannen. En dat gaat nog wel even zeer doen, denk ik. Nijkerk, dat is Gerko Woudenberg. Die daar onderuit gaat, gekoppeld aan. Kijken naar 4-4-9, Koen Dollevoet die daar als eerste doorkomt. Oh, daar zien we nog wat geduw in de laatste bocht. De man van de hoepers probeert door te schuiven. Jeroen van der Wiel, hij strijdt daar om die vierde plek samen met Rob-Jan van der Brink. Ladies Racing, categorie 12 en 13 jaar. Wie gaan we meenemen? Anja Jacobs zit daar op plaats nummer 1. 1213, Gerlinda Remmets. Oh, die heeft even een jasje aangedaan. De dame uit Apeldoorn natuurlijk zit daarbij. En we gaan ook naar Nuland. Nuland zal hier zijn met de dame Lieke Maas. En dan gaat het even van de trappetjes af. Esmee van der Naald. En dan moet ze een plekje laten lopen aan plaats nummer 114. En 114 is Linda Pater. Linda Pater, oeh, daar krijgt ze weer een aanval. Daar is de dame uit Raalte weer terug. Esmee van der Naald, goed gekeken. Daarna, wie gaat dan die belangrijke plek pakken? Dat wordt toch de dame in het oranje, Linda Pater. Ladies van 12 en 13 op weg naar rechtstreeks een finale. Wie gaan we meenemen? Lucinda Tuitel zit er goed bij, maar het is Lotte van der Wiel. De dame van de wijnrijders uit Tiel. Zij gaat hier als eerste door. 4-7-8 is het Isa van Dinter. Oh, crashing. Crashing daar van de dame op kop. Zij ligt hier onderuit hoor. Lotte van der Wiel. Ze zat er zo goed bij. En dan is het dan toch weer van Dinter die daar opeens zit met Tuitel die meegaat. We gaan naar Struik. En wie profiteert daar dan al namens Geldermalsen? Geldermalsen, dat zal Michelle Laponder zijn. En dan hebben we hier te vervelend van op het tijdje op het laatste stuk. Misschien kan iemand even de fiets wegpakken, dan kunnen we er langs. Let op ook op de baan. 228, 228, het nummer van Nick Schepers. Hij gaat als eerste door. Ja, het veld ligt ver genoeg uit elkaar om hier geen last van te hebben in ieder geval. Schepers gaat naar de winst. Hij wordt gevolgd door de man uit Bellicum. Hier om de hoek natuurlijk, Las van Dongen. Inmiddels zijn we ook onderweg met de man uit Deerswater, dat is Sitsoegema. Ja, die heeft hier in deze marges nog geen tegenstand, daar gaat hij geen last van krijgen. Leon Kier zit daar als derde nog bij, die hadden we misschien wel wat verder naar voren verwacht. En we kijken ook naar 036, Erik van der Wiel. We kijken naar Gulder Malsum die meekomt, nee dat is de wijrijder. Stop met Dekker, hij is een paar metertjes gegroeid, centimeters gegroeid in de winter. Hij pakt die derde plaats. En natuurlijk ook een applaus. De dames zitten weer op de fiets. Peter Groen van Winter en Mirko Bakker daar op plaats nummer 4. Dat lijken de 4 sterkste rijders te zijn. Nou ja, Kevin Slotboom. Absoluut een goed fietsje. Kijk maar naar de techniek die hij heeft. Maar hij komt gewoon wat lengte en dus ook wat kracht tekort lijkt het wel. Oh, 5 jongens door. Dat gaat hij dus ook nog redden. Op die 5e positie gaat hij mee namens de wijrijders uit Tiel. Pidi Gonzalez is inmiddels Wesley Ties die daar als eerste vertrokken is. Hij is de absolute, een van de favorieten denk ik, niet de absolute. Een van de favorieten bij die boys van 15 jaar. We gaan hem toch ook opschrijven en je ziet ook dat hij nog wel veel over heeft. Over op bijvoorbeeld plaat nummer 171, Oscar van de Hemel. Daar kwamen we nog een aanval misschien van de man uit Gramsbergen, Robin Dijk. Hij zit voorlopig op die 4e plek en hij gaat nog een aanval doen op Robert
Ja, nou, hij rijdt namens de Amersfoorten, maar ik weet bijna zeker dat deze man afkomstig is uit Hoorn. Goeie start daar van Marcel Kok. Moet even Remmers langs laten. Elwin Remmers nu op plaats nummer 1. We kijken denk ik ook naar Bas Scheenloop. Ja hoor, hij zit daar als derde bij. En de vierde man moet ik op een blaadje kijken. 3, 4, 5. Patrick Boorsma, de man van de Flying Bikes daar uit het Hoge Noord. Of uit Noordwijk, de Bloed natuurlijk, zit daar op plaats nummer 4. Remmers de snelste. Hij moet even terugkomen van plek 2. Hij gaat mee als eerste naar een halve finale straks. Hij is al lekker. Ja, als jij mijn geluid wat zachter wil zitten van de muziek. De loodjes zijn dus getrokken en zijn af te halen in de kantine onder de Stadheuvel. Loodjes zijn inmiddels getrokken en kun je ophalen daar in de Stadheuvel. We zien in ieder geval Van Harsel hier winnen voor Kevin Elbers. En dan draaien wij ons om, want dan gaan we naar rit nummer 58. Ziet ook nog op, zat hij toch fout in die bocht, jongen. Je moet van tevoren een lijn bepalen. Is natuurlijk lastig als je niet vanaf dit kleintje stuk komt om dan een buiten binnen te maken. Het wordt lastig daar voor Tom Kuiper. Naar de Skillman, ja, die is natuurlijk alleen maar goed als het finale is. Dat is altijd zo. Ook in de eerste marge zagen we dat hij er niet goed uitkwam. En nu zit hij op de tweede plek. We zien Koendering daar buiten omkomen. Hij wist wel die eerste marge te winnen. En dan moet hij nu een trapje doen. Dan komt hij daar als tweede uit. En dan is het Danny van der Stijk die als eerste doorgaat. Ja, dat is toch wel een verrassing. Waar je Koendering verwacht, waar je Michel Boven verwacht. Zien we Van Eck ook nog doorschuiven. Gaat Jager ook nog naar die vierde plaats. Gaan we vier rijders meenemen naar de halve finale. Nou, dan gaat Jager keurig aan de kant te komen. En dan word ik al vijfde. Het is in ieder geval een grote finish tussen Jager en Michel Boven. We staan denk ik met de minst spannende race in die categorie van 18 jaar en ouder. En deze race is Berjan Mepsen de kosten. Hij behoort natuurlijk ook tot die favorieten van vandaag. En hij gaat absoluut meedoen voor die titel kampioen van het zuiden. Kijk eens aan, jumping away hier. Dat vindt hij leuk. Die bultjes kan niet goed. Hij is op weg naar zijn halve finale. Hij wordt gevolgd door Tom Sluiter. En we gaan ook kijken naar Verstegen, denk ik. 727. Dat is de man in ieder geval op plaats nummer 3. Ja, jij wil de lijn.